En alhoewel Sibyl de tentoonstelling Zoeken naar de ziel van de bergkerk noemt, denk ik dat ze hem heel voelbaar heeft weten te maken met deze presentatie. Bij deze wil ik dan ook de tentoonstelling graag officieel openen, maar niet voordat we Sibyl een heel groot applaus hebben gegeven. Sibyl, kort geleden hadden we een opening in Zwolle en nu sta je alweer hier met een opening. Ja, maar dat is het tweede deel van Zien, Horen, Voelen, op zoek naar de ziel van de bergkerk. En de vorige heette het De Kerk Luistert en nu heet het De Kerk Klinkt. En ja, dit tweeluik was gewoon afgesproken, dus eigenlijk is het een beetje drieluik bijna geworden met Zwolle erbij. Ik vind eigenlijk dat Sibyl haar werk heel goed tot zijn recht komt in zo'n ruimte zoals dit. Omdat het zo'n relatie aangaat met de ruimte, vind ik dat het echt geweldig werkt hier in de Bergkerk. We hebben zelf net ook een tentoonstelling met Sibyl, met onder andere Sibyl gemaakt in Zwolle. En dat is veel meer een soort strakke witte ruimte waar het ook goed werkt. Maar hier vind ik het wel heel mooi samenkomen met de geschiedenis van deze plek en haar werk. Ja. Het is meer het uiterlijk en de manier waarop de kerk zich manifesteert en de klank. Ik gebruik natuurlijk ook klanken die door Nicolas Rebotaille wordt bedacht, maar waarin we het gebouw onderzoeken. Maar het is ook wel zo, maar zeg maar, vroeger was het een veel rustigere, esoterischere sfeer, waarin de kerk als het ware luisterde wat gebeurt er zoal. En nu door al dat blik. Geeft dat eigenlijk een andere blik, maar ook een andere klank. En ja, voor Amlo, het is wel ontzettend leuk. Het blik heeft grotendeels in onze vijver rondgedobberd tijdens Schitterende Amlo. Het meest bijzondere vind ik, denk ik, aan deze tentoonstelling hoe alles eigenlijk samenkomt. Dus dat ook met de klanken die Nicolas Rebotaille heeft gecomponeerd, speciaal voor deze plek ook weer, vind ik dat het dus is een soort totaalervaring. En dat vind ik zelf heel erg fijn. Dus het is niet zo gewoon naar één schilderij kijken en dan weer doorlopen. Net hebben we hier 25 minuten allemaal in stilte rondgelopen. En dat vond ik wel heel bijzonder, omdat je dan ook toch op een andere manier kijkt. En ik denk dat Sibyl dat ook wel een beetje beoogt met deze tentoonstelling. Vorig jaar, vorige keer, waren er allerlei activiteiten rondom de expositie georganiseerd. Is dat dit jaar ook weer? Ja, we gaan rondleidingen, we gaan overnachten, er zijn concerten, er is... hoe heet het? Het is mantra zingen. Er is echt een hele reeks van evenementen die je kan bezoeken. Allemaal te bekijken op mijn website. Oké. En tot wanneer kunnen mensen hier komen? Tot en met 24 mei. En als ze nog naar Zwolle willen, tot en met 26 mei.